Yo kijkers, daar gamers, leuk kijken deze gloednieuwe video op de kanaal. Mijn naam is Johan, vandaag is het tijd voor een nieuwe Geocacher. Ik weet het, is weer lang geleden, nu weer langer dan de vorige keer. Ik weet het, ik ben een half weekje ziek geweest. En ik heb gisteren eigenlijk weer een beetje zin om op te nemen. Het is niet dat ik nooit zin heb gehad om op te nemen of zo. Maar ja, ik heb gewoon even een dipje gehad, dus ik dacht, ik ga nou weer opnemen. Ik had eerst het gevoel van met dat treintje hier. Dit is Disneyland. En ik heb Pro aangeklikt. Ik dacht natuurlijk dat wel. Als ik dit zo zie, dan moet het ja. Dan moet het natuurlijk facebook.com/JupiterParadise. Nou, ik ga voor. Oh. Wat was hem nou? Waar is die? Waar is dat fucking bord gebleven? Nou, als ik hem onder, staat hij er zeker weer. Ja. Oké. Zo. Een velf afsluiten was het toch? Ja, zo. Facebook.com/ en dan was het Jupiter Paradise. Nou, zie je, dan kom ik toch nog een keertje in de buurt, hè? Zie je net zien dat hij niet bestaat of zo? Deze gaat nog wel even duren. Ja. Het is in Consanta. Ja. Ik weet precies waar het ligt. Maar ja, kijk, dan hebben we natuurlijk ook nog. Ja. Dit wordt een cheat aflevering. Dit wordt gewoon een cheat aflevering. Nou, waar ligt dat maps? Huis is aan. Lang leven Google, mensen. Anders was YouTube er ook niet meer. Oké, Constanta is daar. Boekarest. Roemenië. Zwarte Zee moet ik dan even hebben. Ja. Het is zo makkelijk dit spel. Hier, Constanta. Nou, dan vind ik dat het hier. Ik denk bij dit straatje. Meekes. Oh, kan je, ik zag hier net, het was in Neptune. Ach, Jupiter, best logisch eigenlijk. Fuck Google, werkt gewoon niet, Google werkt gewoon niet. Ik vind het echt weer heel mooi Google wat je gedaan hebt trouwens. Maar ja, dat volgende keer ook niet makkelijk kunnen maken hoor. Misschien het systeem iets sneller. Ik weet niet. Zou natuurlijk ook weer in mijn computer kunnen liggen. Dat zou me ook weer niet verbazen. Waar de fuck kan dit zijn? Mensen weten dit toch ook niet? Zo. Ik wil daarheen. Dit zou toch niet gewoon in hetzelfde plaatsje weer zijn. Hè? Ik ga naar de zee toe. Dan vind je wel borden met waar je bent. Peach. Oh, dit is het slechtste bordje wat ik in mijn hele leven heb gezien. Beach. Ik weet dat ik bij een strand ben. Dankjewel Google, dankjewel. En dat blur is natuurlijk niet, want ze weten natuurlijk wel dat beach in het Engels beach is. Ja. Het lijkt op iets. Een kutprogramma. Beach en bits. Nee, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat hebben wij helaas wel. Beach en bits. Ja. En als je het niet goed maakt, ja. Kan je nog wel eens een kruisje verwachten, hè?
Ik heb het record vandaag verbroken. Oeh. Ik kan beter gewoon één naar voren gaan. Dan zoom ik helemaal in. Dat is ook weer niet de bedoeling. Cape Town. Oké. Google. Cape Town. Cape Town. Maar ik had het record op 4 kruisjes bij muziek. Vandaag is de 50 al gekomen. Dat is echt gewoon helemaal toppie. Dan ben ik het niet meer. Kaapstad. Ja, zover was ik ook. Maar is dit dan een Seapoint? En de straat heet Beach. Nou, Zuid-Afrika, Kaapstad, het is aan het strand. En de straat heet Beach. Hele originele naam alsnog. De B. Weet je wat, ik gok. Kijk, het moet wel die kant ergens op zijn gegaan, moet ik. Ik ga nu een beetje. Ik gok toch een beetje hier. Dat ik net bij dit ben geweest. De B. Ik gok hier. Megas. Oeh, was toch nog wel iets groen punt. Ja, oké. Ja. Ik ben natuurlijk ergens anders neergezet. Klopt ook. En als het goed is, heet deze weg dan Beach. Anders was ik ook nog niet ver gekomen. Ja, daar kom ik ook heel veel mee. Die straat had gewoon geen naam. Dat was gewoon een bordje. We gaan naar de volgende ronde. Ik zat er wel 5,2 kilometer vandaan. Daar ben ik blij mee. Zit de Afrika Challenge of zo? Man. Ah, ik weet niet of het wel Afrika is. Het kan ook Taiwan en zo. Je weet wat die richting zijn. Koekoe gaat daar maar niet heen. Zo wat denken. Stik er maar lekker in. Maak het lekker moeilijk. Zal mijn tegenligger op deze weg aankomen? Oeh. Dan ben je wel even fucked. Dan moet je wel helemaal terugrijden. Helemaal. Nee. Hier heb je een mooi keerpuntje. Oeh, bordjes. Hier kan ik wat mee, joh. Deze tag, ik kan hem perfect lezen. Ik kan hier echt heel veel mee. Google, echt top. Ja, Google Translate, dat helpt nou even niet. Ik zou hem bijna ergens aan neerzetten, zoals vroeger. Vroeger, de 2 weken geleden. Ik noem het vroeger, dat is gewoon heel oud. Dat is gewoon verleden tijd. Absoluut verleden tijd. Oeh, wat staat hier op? Nou, je mag ook wel eens Europese letters gaan gebruiken. Ik vind dat het Thailand is. En dan een beetje hier. Megas. Het was wel Thailand, nog net. Ik zat alleen op de verkeerde kant. Ja, maar hoe had je dit ook kunnen weten dat het precies dat dorpje is? Ik zat in hetzelfde land, dat vind ik knap van mezelf. Zie je, ik zei eerst Taiwan, maar ik bedoelde Thailand, die bedoelde ik. Oké, de ene laatste. Ik word nou alweer zo zat van deze game, hè. En bordjes neerzetten. Nee, dat doen ze niet, zodat ik weer kan zo wat denken. Dan komt die Jorn weer, die gaat weer cheaten. Oeh, waar is die vlag van? Thomas, als je dit kijkt, je zou me vast uitlachen, maar ik weet niet waar die vlag van is. Ja, Thomas is degene die alles van landen weet. Die zit bij de klas en die zit ook bij het klas. Daar in de bedden. Als je hem nog niet gezien hebt, hij komt nu in beeld. Dat was Thomas. Hij is nog niet op het kanaal geweest, volgens mij. Het kan ook zijn dat op dit moment wel op ons kanaal is geweest. Want er zijn natuurlijk, jullie hebben wel gemerkt, sinds dat we een beetje 75 abonnees hebben, is er veel veranderd op ons kanaal. Thumbnails zijn er weer. We hebben een tijdje heel lang niet gehad. Park Nationaal de Mille de Duits de Paris. 1 kilometer. Ja.
Hey, meneer en mevrouw. Zou je misschien iets mogen vragen? Waar is de... Waar zijn we? Oké, dankjewel voor de nuttige informatie. Weer geen antwoord. Want die mensen zijn hier wel heel stil. Ik hoor ook helemaal geen autogeluiden. Oeh, bordje. Straatnaambordje. Altijd handig. We zijn in Frankrijk. Zover was ik. Tenminste, of ze hebben op een bestaande ander land waar ze ook zo Frans spreken. Dat zou me natuurlijk ook weer niks verbazen. Oké. Ik kan het ook niet overtypen. Dan maak ik straks weer fouten in. Dan sta ik gewoon dik voor schut. En dan wil ik natuurlijk weer even niet. Oh. Perse Hotel de Ville. Esk. Oké. Perse Hotel de... Ja. Hoppa. Nou, waar ligt die? Canada. We zijn in Canada. En daar praten ze blijkbaar dus ook al een deel Frans. Oké. Als ik uitzoom. Nieuw phone. En dan lag dan hierin. Heb ik dat weer vergeten? Hier dan ligt het bij. Dan ligt het bij. Ierland. Onthoud het Ierland. En er moet een eiland bij liggen. Maar waar de fuck ligt hier een eiland? Wacht. York. Zit ik nou bij het verkeerde? Nee, toch? Nee, je moet hier op deze hoek zitten. Ah, hier. Ierland. En dan denk ik dat ik hier ongeveer neer ben gezet. Of aan de andere kant. Oh, kijk dan hoe dichtbij. Dit is wel mijn dichtste bij. Mijn dichtbijzijnde punt. Ja, nou, waar de fuck ben ik nou weer? Het is achter bij mij de haven. Ik heb geen eens een haven. Hier moet je nagaan hoe ver het weg is. Ja, we kunnen niet die kant op. Fijn Google dat jullie weer meewerken. Echt heel fijn. Hallo mevrouw, je loopt steeds verder weg. U mag me niet. Nou, en dan moet ik hier ook eens wachten op een straatnaambordje. Ik zou het geen eens een straat kunnen noemen, dit. Is wel weer mooi gemaakt, ja. Bij compliment, Google. Jullie komen wel bij de mooie plekken. Ik denk, als je dat als baan hebt, dit, in zo'n auto rijden... Dat je nog op best mooie plekken komt. Die man staat volgens mij gewoon de hele tijd op dezelfde foto's te maken van die Google. Oh, we kunnen nog niet verder die kant op. Ja, ja, nu kom ik echt... Weet je wat, ik zit een beetje bergen. Dus ik denk een beetje Noorwegen, Zwergen. Een beetje, zullen we hier zeggen? Megas. Oeh, bijna. Ja, bijna. Het was in... Ja, natuurlijk in... Wat was het ook alweer? Porto... Porto Nigo, waar... man, dat ding staat ervoor. Oh, nou ga ik even naar een nieuwe pagina. Was allemaal de bedoeling? Ah, nou krijg ik Google Maps. Handig. Dit wil ik nou net hebben. Wat heb je ook aan deze gut game? Ach, ik ga hem er nog even opnieuw inzetten. Carlos de Porto Williams. Nou. Als je hier woont... Ik zou hier niet willen wonen. Maar dan kan ik wel tegen jullie zeggen dat dit de aflevering was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat we een blauwe duim omhoog. En dan zeg ik zo altijd. Laters.